In maart is het weer zover. Dan mogen verschillende zangers en zangeressen de Ziggo Dome omverblazen met hits van Hazes. Ook John de Bever mag zich sinds vandaag een van de artiesten noemen die zal optreden tijdens Holland Zingt Hazes. En daar is hij uiteraard best blij mee. Ik mag twee liedjes zingen bij Holland Zingt Hazes. Dat vind ik superleuk. Ja, ik kreeg een berichtje van Rachel en kleine Dree, of ze mijn naam door mochten geven om eventueel mee te kunnen doen aan Holland Zingt Hazes. Ik zei, ja, natuurlijk mag dat. En toen kreeg ik twee weken later bericht dat ik uitgenodigd was, dat ik in Holland Zingt Hazes zit. Dat is toch geweldig. Ik ben zeer vereerd. Ik vind het heel leuk, ja. Weer een hoogtepunt in mijn carrière. Dat is echt een hoogtepunt. Ik zie dat als een hoogtepunt, ja. Ik had ook nooit verwacht dat ze me zouden vragen als Brabander. Ja, een Brabander die dadelijk Slingers aan de Wand zingt. Ja, zo is het, want die mag ik sowieso zingen. Dat mag ik wel wat verklappen. Wie doen er allemaal nog meer mee? Welke supersterren? Wat ik gehoord heb, Ogin, Waylon, Jeroen van der Boom, André zelf. Dan zei ik dan tussen. Dat is toch geweldig, man. Ja, ik vind dat leuk. Ja, dan ben ik serieus. Hij vergeet er nog een paar. Gerard Joling, Jamai, Samantha Steenwijk, die staan er ook allemaal. Vooral om Roxanne Hazes te doen vergeten, die er natuurlijk voor het eerst niet bij is. Maar al die namen, die staan er. Het is op 10, 11 en 18 maart. En dat zeg ik voor de fans van al deze artiesten natuurlijk. En het Hazes-repertoire wat weer in verschillende volgorde voorbij zal komen. En er zijn nog wat kaarten voor. Dus ja, rennen naar de winkels. Nee, dit is een beetje het John de Bever-jaar, toch? Nou ja, hij heeft de ring niet gewonnen. Nee, dat maar dat was compleet gemaakt. Publiciteitsmachine om u publiciteitstechnisch gezien heeft hij nog nooit zoveel publiciteit. Hij heeft heel veel werk. Die soap is een succes. Ja. Dus ja, die ring die ging net als een neus voorbij. Maar ja, in 2023 wordt ook het jaar van John de Bever. Want dit vindt hij echt het hoogtepunt, zoals hij drie keer zei. Superleuk.